Mijn gast is Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. Toch is het interessant om nog even naar die kernwapendiscussie te gaan. Want we willen natuurlijk ook weten hoe dat. Als je hoogleraar oorlogsstudies bent, dan kijk je ook naar de geschiedenis. En ook al is dat nooit één op één niets met elkaar vergelijkbaar, maar toch kun je daar natuurlijk wel lessen uittrekken. Bijvoorbeeld het begin van het. Ook al zijn het strategische kernwapens die alleen maar tussen aanhalingstekens een vliegveld uitschakelen, dan geef je daar wel aan toe als tegenstander. Als je niet met een reactie komt. Als je dat toelaat, dan ben je namelijk al een hele belangrijke grens overschreden, of niet? Ja, nou, dat is het grote dilemma waar het Westen en ook Oekraïne voor zitten natuurlijk. Enerzijds moet je deze dreiging heel serieus nemen, maar je moet je ook niet laten gijzelen voor de angst voor escalatie. En dat is voorafgaand aan deze oorlog deels wel gebeurd. Daar heeft het Westen bijvoorbeeld gezegd van luister, Oekraïne is geen NAVO-lid, Rusland heeft kernwapens, we zijn energieafhankelijk. We zijn bang voor escalatie. En daar heeft Poetin het Westen mee gemanipuleerd. En dat heeft hij voortdurend ook de afgelopen 8 maanden getracht. Als jij aangeeft dat je bang bent voor escalatie in je tegenstander, gaat hij daarmee gijzelen. Nou, dat is wel het dilemma. Tegelijkertijd wil niemand natuurlijk in het Westen uiteindelijk die grens overgaan dat er daadwerkelijk een nucleair conflict komt. Vandaar ook dat je Westerse leiders voortdurend proberen om die angel daaruit te halen. Maar ook te dreigen van luister, Poetin, het is ook niet in jouw belang om daadwerkelijk die norm te overschrijden. Maar dit is gewoon een dilemma. Daar is niet momenteel geen goed antwoord op. We hebben hier in het Kremlin iemand zitten die desnoods met nucleaire dreiging bereid is om de grenzen in Europa te hertrekken. Daar waar we in de Koude Oorlog een hotline hadden tussen het Witte Huis en het Kremlin, is die hotline weg. We hadden een wapenbeheersingsbespreking, die zijn allemaal weg. Dus het is een veel instabieler periode dan we hadden in de Koude Oorlog toen. Nou ja, het enige wat we weten is in ieder geval dat atoomwapens maar 1 keer gebruikt zijn. Dat was inderdaad in 1945 Amerika op Japan. Maar dat was ook een tijd dat Amerika, laten we zeggen, de enige speler als de monopolist was. En dat is sinds die tijd veranderd. Ja. Sinds die tijd is op dat gebied nooit iets gebeurd. En nooit is iets geruststellend. Rationaliteit, daar kunnen we hier ook nog 5 uitzendingen over vullen over dat begrip. Maar normaal gesproken, als hoogleraar oorlogsstudie zou je kunnen zeggen, dat is een grens die niemand overgaat, omdat het voor beide partijen altijd negatief uitpakt, of niet? Het pakt voor beide partijen negatief uit, maar dat was de periode van de Koude Oorlog. Daar waar de partijen direct tegenover elkaar stonden. Beide partijen hadden daar een belang bij het handhaven van het status quo, het equilibrium. Hier is het natuurlijk iets anders. Hier praten we over een regionaal conflict waarvan over het algemeen de Russische doctrine zegt van luister, daar zitten we geen nucleaire wapens in. Maar het is niet een NAVO-land. En dus zijn de belangen die op spel zijn voor Europa van Amerika iets anders dan als het wel een NAVO-lid was. Nou, en dan zie je bijvoorbeeld Macron die vorige week zei, wij willen geen nucleaire oorlog. En eigenlijk zeggen wij als Frankrijk, we zetten pas nucleaire wapens in als directe Franse belangen bedreigd worden. Met andere woorden, hij suggereert daarmee dat wat in Oekraïne gebeurt niet in zijn belang is. Een hele merkwaardige uiting, ja, waar hij ook behoorlijk op bekritiseerd is. Ja, is dat een soort naïviteit van een politiek leider die op dit terrein gewoon wat minder onderlegd is? En of misschien het hoofd niet cool genoeg houdt? Hij had waarschijnlijk gewoon niet in moeten gaan op die vraag. Dat is hem ook tegengeworpen door mensen als François Huisboek. Die zegt van luister, in het verleden zou een Franse president nooit ingaan zijn op die vraag. Die had gewoon gezegd van luister, dat laat ik in het midden. Want dat was ook altijd en nog steeds de westerse strategie. We geven geen duidelijkheid aan iemand als Poetin over wat dan onze westerse antwoord zou zijn. Want zodra je duidelijk maakt van luister, als je dit doet met nucleaire wapens, dan is dit onze reactie, dan maak je zijn strategische besluitvorming best wel overzichtelijk. Dan kan hij zeggen van oké, als dat de kosten zijn, prima, die incasseer ik. Maar daarmee kan ik wel uiteindelijk wellicht met een serie van niet-strategische nucleaire wapens een enorme doorbraak op het front bereiken. Geldt overigens ook voor de reacties van mensen als Stoltenberg en Biden natuurlijk. Die laten dat voortdurend in het midden. Die zeggen van luister, er komen consequenties. We zijn bezig met na te denken over opties. Maar we geven geen duidelijkheid hoe dat is. Is het niet naïef dan van Macron? Want hij kan begrijpen, en als er communicatiemedewerkers om hem heen ook, dat hij niet alleen dat hij daarmee weg kan komen, maar dat iedereen dat ook begrijpt, dat hij zo zou reageren. Ja, deels heeft hij, en dat is ter verdediging van hem, deels vertelt hij gewoon iets datgene wat namelijk in de Franse doctrine staat. Luister, als we nucleaire wapens inzetten, is dat alleen maar als er Franse belangen op het spel staan. Dus hij zegt niet nieuws. Alleen dat wil je in de huidige context helemaal niet zo duidelijk zeggen. Je wil dus in samenspraak met je partners, je bondgenoten, een gemeenschappelijke strategie communiceren. En dat is er eentje van ambiguïteit. Gewoon in het ongewisse laten. Niet duidelijk maken aan je tegenstander wat precies de consequenties zijn. Want dan gaat hij uiteindelijk een hele mooie berekening maken. Als we kijken naar de militaire strategie die heel belangrijk is van Oekraïne op dit moment. Die maakt een soort recap. Je kijkt vanaf februari wat er tot nu gebeurd is. Wat kun je dan zeggen over de militaire strategie van Oekraïne? Dat Oekraïne een hele knappe strategie heeft geïmplementeerd die
begon eigenlijk al in de eerste fase. In de eerste fase zie je dat Rusland heel snel oprukt naar Kiev. Ook vanuit Kharkov een grote kolonnes naar Kiev. En eigenlijk wat Oekraïne daar doet is het ontzeggen van een beslissende slag aan Rusland. Zorgen dat je daar niet je krijgsmacht kwijtraakt in een grote beslissende veldslag. Dus je ontzegt hem een veldslag. En vervolgens trek je hem richting de steden. Zorg je dat er hele lange aanvoerlijnen zijn en die gaan je vervolgens onderscheppen. Je zorgt ook dat Rusland geen luchtoverwicht heeft. Air denial. Je zorgt dat je de luchtverdedigingssystemen in stand houdt. Dat is de eerste fase. Dan trekt Rusland zich terug, die ziet waar het fout gaat. Die zegt, oké, ik ga me concentreren op het oosten. En dan zie je de periode van mei, juni, juli dat Oekraïne een hele moeilijke fase ingaat. Dat ze zeggen, oké, we houden stand in de Donbass. Daar gaan we het offensief frustreren van Rusland. We kopen tijd, we hebben de mobilisatie ingezet. We krijgen westers materieel, we leren ermee omgaan. We krijgen artilleriesystemen, die lange afstandsraketsystemen krijgen we ook. Maar we accepteren dat we 500 tot 1000 doden moeten incasseren rond Severodonetsk en Lysychansk. Dat is de periode van juni, juli. Een hele moeilijke. Maar daar zegt ook Zelensky meteen, luister, augustus, september komt er een tegenoffensief. En we gaan ons focussen op het zuiden. En daar begint een heel mooi strategisch spel waarbij Rusland geconfronteerd wordt met een strategisch dilemma. Want Oekraïne zegt, we gaan ons concentreren op Gerson, het zuiden. Dat is een van de weinige steden die Rusland toch daadwerkelijk in handen heeft. Het is een belangrijke stad, een havenstad. Dat weet Poetin, dat weet Zelensky. Dus Poetin zegt van, wacht even, die moet ik verdedigen. Dat is ook de doorgang van de Krim uiteindelijk naar de Donbassregio. Dus die moet hij in de handen hebben. Dan moet hij wel verdedigen. En intussen heeft Rusland ongeveer 60.000 man verloren. Dus die moet echt prioriteiten gaan stellen. Vervolgens zie je dat Oekraïne daadwerkelijk aanvallen met raketten en artillerie en luchtaanvallen uitvoert op Gerson. En daarmee suggereert Zelensky ook van, kijk eens even, ik heb gezegd dat daar een tegenaanval plaatsvindt, dus daar gaat het ook gebeuren. En dan zie je dat Rusland 20.000 tot 30.000 man uit de Donbass en Kharkov-regio naar de Gerson toebrengt, waardoor Kharkov min of meer eigenlijk heel licht verdedigd wordt. En daar zie je vervolgens de eerste tegenaanval in september plaatsvinden van Oekraïne. Wat Rusland enorm verrast heeft. En dat hebben ze pas gedaan toen duidelijk was dat die Russische troepen gecommitteerd waren aan de verdediging in Gerson. En vervolgens zie je, toen eenmaal de bruggen rond Gerson uitgeschakeld waren, toen luchtoverwicht min of meer herover was boven de Gerson, dan zie je dan pas het echte grondoffensief beginnen rond Gerson. Daar zie je nu de frontlijn langzaam verschuiven. En dan zie je dat Gerson, het garnizoen van Gerson, eigenlijk geïsoleerd is van de Russen. En daardoor doordachte militaire strategie die goed uitpakt ook van Oekraïne. Maar we gaan nu wel een heel koude winter tegemoet. En wat is dan de strategie die denkbaar is? Doorgaan met dat dilemma-spel van Rusland dwingen prioriteiten te stellen van, doe je dat rond Gerson of doe je dat bij Kharkov? In de noordelijke regio, daar bij Kharkov, als je daar niet gaat verdedigen, dan staat ook de Donbass plotseling op het spel. Dan staan ook de provincies op het spel van Rusland die ze voor 24 februari hadden. Ook Rusland heeft dus grote problemen momenteel om voldoende troepen en materieel die kant op te brengen en moet dus prioriteiten neerzetten. En de logistieke lijnen zijn echt groot. Je praat over een front wat, even voor de beeldvorming, van Berlijn tot Marseille. Zo groot is het front. Ja. Je kunt niet overal even sterk zijn, dus je moet accepteren dat je zwakke plekken hebt. Dat is een spel waar Oekraïne mee doorgaat. Ook rond Gerson is een front van 200 kilometer. Ook daar speel je met dat spel van een dilemma. Waar ga je verdedigen? Waar druk je op het front met je Oekraïnse eenheden? En suggereer aan Rusland van, luister, daar komt de hoofdaanval, terwijl die eigenlijk ergens anders plaatsvindt. Dus misleiding maak je gebruik van. Voortdurende raketbeschietingen op commandocentra, op munitiedepots, al meer dan 400 van die lange afstandsraketten, de HIMARS, zijn afgevuurd op dat soort stellingen. Dus daar gaat het door. Maar inderdaad, de tijd begint te dringen.